In Zuidoost-Friesland, in het dorpje Olderbekoop, volgen we Yvonne bij haar ochtendronde langs haar stallen. Schoutje. Hallo. En zo gaat het iedere ochtend. Een begroeting. Ze is liefhebber en hobbyfokker van een heel bijzonder paardenras. Ja, dit zijn Falabella paardjes. Het enige echte mini paardenras ter wereld. Het zijn dus geen ponies, maar het zijn echte paardjes. Oorspronkelijk komen ze uit Argentinië. Daar zijn ze ergens 1840 zijn ze ontdekt in een vallei. Ene Patrick Newell heeft deze kudde gevonden. En die heeft daar een selectie uit gemaakt en meegenomen naar zijn range. En daar is hij verder gegaan met selectief fokken. Maar wel met als doel een kleiner en sterk paardje te fokken. De liefde specifiek voor een Falabella paardje, dat groeit natuurlijk naarmate je ermee begint. Je begint te ontdekken dat het heel zacht van karakter is. Heel mild, heel vriendelijk. Het bijt niet, het schopt niet. Ik heb hier Suela. Suela is een vierjarige merrie. En die heeft dit jaar voor het eerst een veulentje gekregen. En dat is wel een heel bijzonder exemplaar in de kleur. He, een zwarte merrie. En dan komt er zo'n mooi pinto, roodbont merretje eruit. Merrieveuletje eruit. Notabene ook nog eens met een knalblauw oog. Dus de kleurengenetica die erachter zit, die is heel onvoorspelbaar. We proberen soms wel eens te sturen. Maar ja, de natuur gaat gewoon zijn eigen gang. Dit veuletje is nu 4 weken oud. Ik ben liefhebber, puur sang. Ja, ik vind het echt heel erg mooi. Schatjes. Voor jullie ook nog wat eten? Dit is Fabio. Fabio komt oorspronkelijk uit Engeland. Het is een hele goede dekhengst. Hij geeft kwalitatief altijd perfecte veules. En het mooiste is, door de kleur die hij heeft, heb je dus ook vaak veuletjes met verschillende kleuren. En dat is natuurlijk wel erg leuk. Het begin van het voorjaar, Fabio is geïnteresseerd in de meisjes. Dit is voor mij ook een goede manier, toch wel, om de merries ook te schouwen. Dus aan het gedrag van de hengst en de merrie kan ik zien of ze bevattelijk zijn voor de paringsdans. Ik weet wanneer de hengst de merrie bevrucht. Daardoor is de uitgerekende datum van het veulen ook bekend. En ben ik eigenlijk ook altijd in staat om erbij te zijn. Bij alle bevallingen van de veulers die eigenlijk onder controle gebeuren, daar ben ik dan bij. En dat vind ik ook wel heel prettig. Dat is het mooiste wat er is. Ja, magisch. Als er een veulertje geboren wordt, ben ik zelf weer een paar weken helemaal van slag. Alsof het mijn eigen kindje is. Straks mogen de Falabella-veulentjes lekker buiten spelen. In het Friese Olderbekoop mogen de jonge Falabella's naar buiten. Hier hebben ze ruimte om zich lekker uit te leven. Ja, hoogtepunt van de dag is zeker natuurlijk buiten even lekker het beentje strekken. Het is niet zo heel mooi weer nu. Maar dat vinden ze heerlijk. Zeker ook de grote merries vinden het lekker om even voluit te kunnen gaan. Gaat hard, hè? Ja. Kijk, het zijn natuurlijk ook kuddedieren en ook vluchtdieren. Dus de veuletjes moeten eigenlijk in staat zijn om al binnen een paar uur na de geboorte
een merrie in volle rengalop bij te kunnen houden. Met enige regelmaat gaan we een fijn stukje rijden. Met een echt falabella-paardje. Kom maar. Kom maar. Daar gaan we dan. Wat is er nog mooier als met je paardje zo door het dorp heen te kunnen rijden? Ja, mensen zeggen ook wel eens, ah, wat zielig, zo'n klein paardje. Maar het gewicht wat het paardje nu trekt is hooguit 10, 12 kilo. We kunnen gewoon met z'n tweeën hier op dit karretje zitten. En dan heeft het paardje nergens last van. Ga door. Nou ja, en dan zo aan het eind van de middag of 's ochtends voor de koffie. Vind ik het altijd heerlijk om in deze ruimte weer even gezellig te zitten. Ik heb wel eens geroepen dat mannen hebben mancaves, maar dit is toch wel een women cave. Eigenlijk een meisjesdroom. Het is een ruimte die eigenlijk gebruikt wordt als zadelkamer. Maar we hebben het wel zo knus gemaakt dat we het gewoon ook fijn vinden om hier te zitten. Je kan contact met ze maken en soms dan laten we ook wel eens een deurtje openstaan. En dan wandelen soms de paardjes hier naar binnen en wandelen weer de gang in en weer terug. Ja, zo zit ik hier dan 's avonds. Met mijn paardjes in beeld. Mijn hondjes aan de voeten. Wat willen mensen nog meer?